Het is zover. Centraal examens. Jullie gaan examens maken en wat hoor ik dan opeens? Ik ben gestrest. Of, oh, ik ben zo bang. Jongens, no stress. Geen stress, geen angst. Het is een feest. Je gaat nu bewijzen dat jij gewoon al die jaren het supergoed hebt gedaan. Vergeet al die uitspraken, je gaat het moeilijk krijgen of je gaat het niet halen, et cetera. Je gaat het gewoon halen. Het examen is een feest. Het draait allemaal om je mindset. Nogmaals, je mindset. Als jij ervan uitgaat dat het een feest is. Ervan uitgaat dat je jezelf hier kunt gaan bewijzen straks met je examen. Bewijs dat je het kan, begrijpt en beheerst. Dan weet iedereen straks dat jij alles kan. Jij gaat het examen gewoon halen. Jongens, weet je, je gaat zitten. Je gaat bam, bam knallen. En dan komt er een topresultaat. Loop je met je kin omhoog en zeg je, zie je, al die jaren heb ik op school van alles geleerd. Maar daarnaast heb ik ook zo'n sterke persoonlijkheid. Dat ik zo'n examen gewoon kan halen. Gebruik dan het ZOK-model. Z-O-C-K. Je staat op. Je kijkt in de spiegel. En je zegt, oh man. Ik ben zo goed. Zelfvertrouwen. Je gaat daar zitten. Je gaat eerst ontspannen. In plaats van, spannend. Nee, relaxed. Oké? Goed, met zelfvertrouwen ga je er zitten. Zo van, nou, laat het feest maar beginnen. En dan ga je concentreren. Focus. Want als je eerst ontspant, dan komt die focus en die concentratie echt tot zijn recht. Yes? En daar. K-N-A-L-L-E-N. Knallen. En dat knallen wordt een succes omdat je zelfvertrouwen hebt. Je ontspannen bent en je concentreert. Yes? Jullie. Allemaal, iedereen die examen gaat doen. Easy. No stress. Beloofd. En weet je, loop anders gewoon naar je tafel toe. En zing dan. Don't worry about a thing. En dan zeggen we allemaal, 'cause every little thing. It's gonna be alright.